Voor deze eerste reactie. Als tweede hebben we Albert-Jan Maat gevraagd en bereid gevonden om dat zelf te doen. Voorzitter van LTO Nederland en daarmee ook lid van de SER. Hè, en vicevoorzitter van de Europese koepel van landbouw. Hoe heet die ook weer? Die heet COPA. COPA, ja, heet die, ja. En u bent ook lange tijd Europarlementariër geweest voor de CDA. CDA. Ja, 7 jaar. Ja, een lange tijd, vind ik dat. Ja. Ja. En zo oud ben ik ook nog weer niet. Ja, nee, dat ik nog 7 jaar. Hartelijk welkom. Oké. Okay. Nou, dan komt te beginnen de Partij van de Dieren en de Balie complimenteren dat ik vanavond hier gevraagd ben om kort te reageren. En 40 minuten heb ik niet, dus dat kan ook niet. Ik zal proberen op de kern in te gaan waar het over gaat. Eerst even LTO Nederland, dat vertegenwoordig ik, 70% van de boeren in Nederland, waaronder ook de biologische boeren. Wij werken nauw samen ook in Bionext, maar we werken ook samen in heel veel andere platforms. Omdat wij zoeken in de verbinding. En is er wereldwijd een probleem? Ja, er is wereldwijd een probleem. Wij leven op een eiland van geweldige luxe en zo gaan we er ook mee om. Of het nu met de auto is, ons eetgedrag, ons leefgedrag. Absoluut. Maar tegelijkertijd... Maar Jan, zal ik eerlijk zijn, na 2 minuten was ik al redelijk wit-heet. Ik dacht, als je een goed verhaal hebt, als we met elkaar een transitie tot stand willen brengen, ga je dan plaatjes laten zien waarvan je weet dat driekwart eigenlijk niet in Nederland voorkomt? Dat is punt 1. Punt 2 is, je gaat volslagen voorbij, en nu heb ik het wel over Nederlandse boeren en tuinders, en de transitie waar ze in zitten. En ik ga niet alle sectoren langs. En natuurlijk valt er wat op af te dingen, maar ook heel veel goeds over te zeggen. En ik ben wel trots op onze boeren. Ik pak 1 sector, de melkveehouderij. De Nederlandse melkveehouderij heeft ingezet op duurzame zuivel. En wat betekent dat? We zijn de enige groep ter wereld die ervoor getekend heeft in 10 jaar tijd 30% minder energie te gebruiken. De leeftijd van koeien in 10 jaar tijd 2 tot 3 jaar omhoog te krijgen. En in 15 jaar tijd kunstmestvrij te worden. En ons eigen veevoer te verbouwen. Dat is de sector waar ik trots op ben, die de transitie, de toon kan gaan zetten in de wereld voor verantwoord consumeren. Dat is de weg waar wij in geloven bij LTO. En we doen dat ook op andere sectoren. De ene sector gaat sneller dan de andere. En ik heb ook een stevige boodschap aan de politiek, want ik sta niet als politicus hier, maar ook als vertegenwoordiger van iemand die trots is op zijn sector. Wij knokken al 10 jaar tijd in een mededingingsbeleid dat niet meer de laagste prijs dominant is, maar een eerlijke verdeling in de keten. De SER werd vanavond genoemd, ik ben DB-lid. Er ligt een SER-rapport uit 2011, waar letterlijk in staat, overheid, politiek, zorg ervoor dat in die keten iedereen die het product verkoopt, verwerkt of produceert, een fair deel uit die keten krijgt. En iedereen die in die keten opereert, is mee verantwoordelijk voor diegene andere die ook in die keten zit. Kijk, dat is de weg die wij willen gaan. Ik kan een historische vergelijking maken met enorme revoluties. Ik kan zeggen van, we hebben een experiment gehad in Oost-Europa, waarin de markt uitgeschakeld werd en waar we gezien hebben wat dat sociaal en ecologisch betekend heeft. Ik kan natuurlijk flauw doen, ik kan komen met Cambodja, wat daar gebeurd is. Dat ga ik niet doen, want ik geloof in de transitie. LTO Nederland gelooft in een transitie, want we zullen anders moeten gaan leven. Maar we geloven wel in een transitie waarin je probeert die stappen te zetten dat mensen dat kunnen meemaken. En verdedigen wij vlees eten tot het oneindige? Absoluut niet. Want elke vegetariër eet ook onze producten. Daar zijn we trots op. Maak zelf de keus met elkaar. Maar wij geloven er ook, wij zijn ervan overtuigd dat de rest van de wereld vlees zal blijven eten. En laten we met elkaar eens kijken of we kunnen komen tot een beter verantwoord product wat we met elkaar eten en een manier waarop we dat voortbrengen. En tot slot, de realiteit is ook dat er ook gebieden in de wereld zijn waar de enige manier is om eiwitten om te zetten voor menselijk voedsel, denk aan het groene hart, is gras. En er zijn hele grote gebieden, ook in Afrika, en LTO werkt samen met 40, 50 bonden wereldwijd, boerenbonden, om met elkaar dat duurzame concept ook uit te rollen, waar weinig anders mogelijk is dan veehouderij. En moet iedereen dan maar volgeproofd worden met hamburgers? Natuurlijk niet. Maar laten we met elkaar eens kijken of we elkaar kunnen vinden in een hele duurzame transitie. En
En die overtuigingskracht en een duurzame transitie, dat vind ik jammer dat ik dat op die manier gemist heb. Want op dat punt zouden we elkaar een eind kunnen vinden. En nog één misverstand uit de wereld, dat kan het niet helpen. Hè? Feiten, we gaan er toch maar mee om. Het beeld dat Nederland vol staat met vee. Mensen, we hebben op dit moment 60% van het vee, van de koeien, die we in 1985 hadden. Het aantal varkens is met 30% afgenomen. En er is niet één meetpunt in de bodem in Nederland op dit moment nog waar een overschrijding is van de Europese norm met betrekking tot het nitraatbeleid. Natuurlijk moet het beter. En natuurlijk zetten wij voor een deel ook in op mestverwerking, ook al omdat fosfaat wereldwijd schaars gaat worden. En wij denken dat goede mest je maar niet zo over het land moet gooien, maar echt specifieke producten van moet maken. Innovatie, groene innovatie, daar geloven we in. Nou, om dat te schilderen wil ik aangeven wat onze bijdrage is voor een transitie waar we denk ik beide in geloven. Maar wij geloven in een duurzame transitie met overtuigingskracht van mensen. En waarbij ruimte is voor veehouderij, waar ruimte is voor tuinders en voor akkerbouwers. Daar zullen we, en dat beloof ik jullie wel als consumenten, daar zal Eltje Nederland met zijn boeren voor blijven knokken. Dank u wel. Hartelijk dank. Albert Jan Maat voor deze reactie ook. U zei ook eventjes, hè, van, ja, ik ben wel wit-heet, hè, dan toch na een paar minuten. Want u zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan verwijt u mevrouw Thieme dat zij zeg maar, het beeld van de meest rampzalige Aziatische toestanden plakt op uw leden en de landbouw hier, terwijl die juist heel innovatief is en juist misschien samen de weg naar voren zou kunnen krijgen naar die betere planeet die mevrouw Thieme ook wil. Zegt u dat? Of, ja, of vul ik het nu te veel in voor u? Nou, dat komt het eigenlijk wel op neer, omdat het gaat over de toekomst van Nederland. En uiteindelijk komen we op de wereldtoekomst terug, want we zijn een heel open land. Dat geldt niet alleen voor onze economie, onze export, maar ook voor de culturele invloeden. En ik betreur het ook dat er een beetje een stemming is. We zijn wat narrig geworden, dus we willen niet zoveel meer naar buiten kijken. Nou, dat blijft daar vooral tegen knokken. Ja, ja. Marjan Thieme. Ja, de kuikenvegers die we in het begin van het filmpje zagen, die daar wordt flink mee geadverteerd in de boerderij. Dat is dus een Nederlands tijdschrift voor Nederlandse boeren. Precies, dus dat is echt de... En er wordt ook verkocht als een diervriendelijke manier om de kuikens bij elkaar te krijgen. De kratten zijn exact hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen dat als je kijkt naar het verwerken van de kippen, wat dan inderdaad door de Chinezen daar aan grote tafels werd gedaan, dat die 450 miljoen kippen, dat aan de keukentafel van Arnie Schreier of zo gebeurt. Dat gebeurt ook zeker grootschalig. Dus ik denk, ik zou eigenlijk niet weten wat er anders is in Nederland dan wat er hier geschetst werd. Maar het gaat er natuurlijk om, niet om de details. Het gaat erom dat de totale vervreemding die we hebben ten aanzien van ons voedsel, die grootschaligheid, die industrialisering van en de verdinging van het dier, dat is wat ik wilde laten zien met dit filmpje. En nog even op het andere punt, hè, van ja, maar kijk, juist de Nederlandse boer of de boeren, de sector, de landbouwsector of doet zoveel aan het wegkrijgen van die kunstmest, aan het innoveren. Dus legt u nou niet te veel druk op hen, want dat zijn juist degenen in de wereld die het beter doen. Wat vindt u daarvan? Ik zie ook een enorme... Ik zie met name ook bij biologische en biologisch dynamische boeren een enorme wil om te innoveren. Maar dat ze gezien hun grote, eigenlijk hun kleine sector dat ze zijn, nog moeilijk kunnen innoveren. Omdat daar gewoon simpelweg weinig geld voor is. Dus daar zit een enorme innovatiekracht waar veel meer ingezet, veel meer energie en geld in zou moeten komen. En daarnaast zie ik ook een tegenstroming van over het algemeen vrij ziek conservatieve boeren. En dan heb ik het niet over u, want u representeert allebei de stromingen. Maar van conservatieve boeren die voor zoveel mogelijk dieren willen houden. Denk aan de hele megastallen discussie. De opkomst van de megastallen, nog meer dieren tegen zo goedkoop mogelijke kosten. Daar zie ik niet echt een innovatie. Daar zie ik juist het conservatisme hoogtij vieren. In de maat? Ja. Ik blijf. De vraag is waar willen helpen de wereld mee vooruit? Want ik kan natuurlijk weer op feiten ingaan. Hè? Ik kan zeggen, zo'n stal. Mensen, elk jaar hebben honderden bedrijven die een bedrijf openstellen, komen kijken. We zijn de enige in de wereld die zeggen,
ondanks het feit dat we het geld niet uit de markt krijgen, boeren die koeien buiten laten lopen, 1,5 cent meer voor de melk. En het lukt ons niet met die vermalenwijde mededingingspolitiek die jullie daar met elkaar bedenken daar in zeker, de Kamer, dat vind ik ook heel om fout. Dat te realiseren. Zeker. Daar missen we dus. Dan moet je iets meer uitleggen. Wat zeggen die vermalenwijde mededingingspolitiek? Nou, mededingen is zo, als boeren bij elkaar gezet of tuinders en die zeggen we gaan onze afzet bundelen, dan moet het aan alle kanten bekeken worden. Een groep van 20 tuinders geeft 100.000 euro aan juridische kosten uit om überhaupt vergunning te krijgen. En er zit heel veel druk van supermarkten op. En de Nederlandse mededingingsautoriteit is de Wolle Sokkenclub. Want die kijkt alleen wat is het effect voor de prijs van een consument. Terwijl wij zeggen. De Wolle Sokkenclub. Maar goed, ja. Nee, ik maak een stom grapje. Gaat u door, sorry, ik onderbreek u. Terwijl wij zeggen, daar moet een gelijke. Je moet kijken of ieder zijn verre deel daarin gaat krijgen. Ja. Want er zitten wel een aantal interessante. Want ik kan nog weer op die feiten, maar dat ga ik niet doen. Ik vind de kerk veel belangrijker. Een duurzame traditie in de wereld. Ik vind het interessant als Marian zegt. Je zou kijken wat is de bruto onttrokken waarde. Maar het is ook een bruto toegevoegde waarde. Maar een andere dan wij nu in de BTW hebben. Dat is diegene die wat toevoegen met een goede landbewerking. Zorgen dat het in stand blijft. En ook zorgen dat er voedsel komt. Op zo'n model zijn wij op aanspreekbaar, willen wij meedenken. En we zijn er ook. Wij discussiëren er intern over, af en toe met de politiek. Maar voor je het weet heb je wel een extra belasting en daar wordt elders niet van afgehaald. Zo simpel is het ook gewoon. Dus je moet geweldig uitkijken hoe je dat doet. Maar ik vind het een hele interessante gedachte. Net zoals wij het heel interessant vinden. Want even een over hoe gaan we met voeding om. Hè? Ik heb deze week ik moet dit woord niet te vaak gebruiken, wit heet. Maar dat is mijn column in ons eigen blad. En dan zeg ik van, het wordt tijd dat wij het overmatig toevoegen van zout te kritiekloos toestaan. Met allerlei middelen eraan toe. En wat er met etiketering gebeurt. Het vakmanschap verdwijnt met etiketering. Er zit een etiket op en iedereen gelooft het. Zo werkt het niet meer. Dus meer bewuster eten is iets wat wij nadrukkelijk willen. Dat is de reden dat wij als LTO samenwerksverbanden hebben met bijvoorbeeld Has in de Bos, met een aantal ziekenhuizen om te kijken wat kun je in het voedingspatroon meedoen. En je ziet een beetje de industrie erachteraan hobbelen. Maar wij zouden steun daarin moeten hebben. In plaats van gooi de hele zwik maar aan de kant. Het deugt allemaal niet. Wij geloven dus een geleidelijke, duurzame transitie. En daar zit het verschil wat. Hier bent u natuurlijk grotendeels met elkaar eens. Maar twee dingen. Het ene is, Marjan Thieme, zet u niet gewoon veel te veel druk op die boeren, hè, die gewoon vastzitten in het systeem en hè, ook niet anders kunnen en ondertussen wereldwijd een van de meest innovatieve sectoren zijn. Legt u zeg maar de verantwoordelijkheid of de blame, zou ik maar zeggen, niet op de verkeerde plek? Nee, we zijn met z'n allen schuldig aan dit vastgelopen systeem. Maar het is al een enorme winst, zou het zijn, van vanavond als ik met meneer Maats zou kunnen vaststellen dat het systeem is vastgelopen. Want dan kunnen we verder. En als we elkaar allemaal in de wurggreep houden, we wijzen naar de consument, we wijzen naar de supermarkt, we wijzen naar de boer, dan komen we er niet uit. De overheid dient hierin echt een actieve rol te gaan spelen. En dat heeft ze tot nu toe niet gedaan. En dat is wel heel erg jammer, want met name ook door de industrie zelf is ook de overheid heel erg op afstand gezet. Laat het onszelf maar regelen. Geef onszelf de ruimte om onze bedrijfsvoering zelf in te richten. Terwijl ik denk dat het goed is juist als de overheid ervoor zorgt dat er een gelijk speelveld komt. Dat er eerlijke producten komen die voldoen aan de dierenwelzijnseisen die we stellen als samenleving. Ik ben het helemaal eens met de heer Maat als hij zegt dat de mededingingsautoriteit op dit moment echt een verkeerde inschatting maakt. Boeren hebben echt veel meer steun nodig. Wij pleiten ook bijvoorbeeld voor dat supermarkten moeten worden verplicht dat zij kunnen aantonen dat zij de prijs die ze hebben betaald voor landbouwproducten ook dat de boer het daarvoor heeft kunnen doen. En dan is het, als ik dan zo'n motie indien in een Kamer, waar de Kamer over kan denken, dan zie je dat daar nog geen meerderheid voor is. Maar het bewustzijn groeit wel dat we echt in moeten grijpen in deze markt. En aan de andere kant, het andere punt, één punt, maar ik zei het andere punt, is natuurlijk dat Marjan Thieme net zei, ja, er zijn zeker innovatieve boeren, en u niet ten aangesproken, die vertegenwoordigt u ook, maar er zijn er onder uw leden ook die gewoon echt niet vooruit willen. En gewoon die gewoon vast blijven zitten en dieren mishandelen. Boeren zijn mensen, dat is leuk ook. Ja, dat gelukkig wel, ja. Wij zijn een dwarsdoorsnede van de samenleving en dat zul je bij ons ook zien. Maar ik durf de stelling wel aan
bij ons, wij hebben vastgesteld voor de komende 10 jaar in LTO, en we hebben 70% van de boeren in Nederland zijn bij ons aangesloten, dat wij zeggen, in 10 jaar tijd weten we dat er meer en beter voedsel moet komen en tegelijkertijd veel minder energie moet worden gebruikt en ook minder grondstoffen. En tegelijkertijd dat het dierenwelzijn, het dier-eigen gedrag, veel meer weer op de voorgrond gezet moet worden. Nou, ik zou zeggen, omarm dat, want wij zetten daar wel aan de transitie mee in. En ik ben het soms nog een wonder dat ik nog vicevoorzitter van de Europese Club ben, want ik heb inderdaad wel collega's waar ze zeggen waar ze het ontkennen. En ik heb de telefoontjes gehad van de kip vanmorgen, die net zo cynisch waren als wat jij erover zei. Maar het is wel een stap die gezet wordt. Het is voor het eerst in Brazilië ontwikkelen ze een kip die in de helft van de tijd groeit. En die kan ongebreideld bij ons op de markt komen. En als je niet uitkijkt, gebeurt dat ook. En je moet wel lef hebben als ondernemer. Want hebben die jongens 7, 8 ton, een miljoen geïnvesteerd voor 20 jaar. En ze gaan het avontuur aan dat ze 20% minder kippen hebben. Die zitten ook aan de keukentafel. Hadden al het niet al te vet, maar ze moeten de kost wel blijven verdienen. En ik vraag waardering voor de moed, voor de richting die opgezet wordt. De moed zit toch vooral bij de biologische boeren die tegen de verdrukking in, terwijl ze geen subsidie krijgen, geen echte ondersteuning vanuit overheid, anders durven te gaan kiezen, voor kwaliteit durven te kiezen. Waarom wordt daar niet veel meer steun aan gegeven en zit LTO heel sterk op, nou, megastallen vinden wij geen enkel probleem. Dat begrijp ik niet. Nou, waarom wordt er geen keuze gemaakt? Ik kom er weer op terug, hè, want ze zitten beide bij ons. U heeft niet 4, maar in ieder geval 2 zielen in uw borst. Ja, en het leuke is, er is een interactie. Want de discussies bij ons zijn als volgt. Er zijn natuurlijk effecten geweest dat het doorontwikkeld is. We zijn te ver gespecialiseerd, ook met de manier waarop we dieren houden. En dat is de reden dat wij een aantal stappen zetten, hè, tegen de markt in. De realiteit is, die stappen die we nu zetten, ook met een koe die duurzamer is, wat wij noemen meer hardheid heeft, meer natuurlijk gedrag, daar vind je de waarde terug in de biologische landbouw. Dus die twee gaan naar elkaar toe groeien. En wat LTO doet, is daarin verbinden. Niet tegenover elkaar zetten, maar wij zeggen dat verbinden we met elkaar. Laten we die twee van die werelden proberen het beste wel te pakken. Dat is echt wat wij proberen. Wat ik lees als LTO spreekt over hoe we duurzamer melk kunnen krijgen, dan wordt er gesproken over, we moeten ervoor zorgen dat een koe nog meer kan produceren, omdat een koe namelijk die 12.000 liter melk produceert, duurzamer is dan 2 koeien die elk 6.000 kilo melk produceren. En dan denk ik, ja, dan heb je toch nog niet helemaal door dat de discussie ook gaat over die intensivering, zo is dierenwelzijnsonvriendelijk. Dat willen we niet. Ja. U bent natuurlijk meer van de biologische boer. En of vindt u dat een biologische koe toch ook gewoon een betere opbrengst nog kan brengen? Hoe ziet u dat? Nou, ik denk zeker dat de biologische boer ook met innovaties zijn opbrengst kan verbeteren en zijn economische model kan verbeteren. Maar de biologische boer zegt wel, die koe heeft zijn grens. En die ligt ergens rond de 7000 liter per jaar. Er zijn heel wat koeien met 12, toch? Ja, 10 is nu wel al. Dat is wel. Het streven is 12, toch? Nee. Maar daar is een hele goede reden voor. Als je Wageningen gelooft, hè, de protagonisten van Wageningen, dan is het bijna onethisch om niet voor 10.000 liter te gaan. Want daarmee heb je minder dieren nodig en lever je een bijdrage aan de duurzaamheid. Want minder koeien is dan goed. Als je dan kijkt naar de kunst en vliegwerk wat er geleverd moet worden om die koe in de lucht te houden. Dat levert hele andere problemen op. En ik was laatst op werkbezoek bij een biologische boer. Een zuivelboer. En die zegt, ja, Wageningen wil graag dat wij mais voeren. Want dan wordt het niet meer in de magen, maar dan gaat het in het darmkanaal en dan levert dat minder gasuitlaat op. Maar, minder winderig koe, ja, minder in de lucht houden. Dus ja, dan stoten we minder uit. Maar hij zegt, dat is natuurlijk onzin. Hij moet gewoon dat vermalen, of hij moet dat verteren op de plek waar het hoort. Want dan is hij veel gezonder. En dan heb ik minder kunst en vliegwerk nodig om die koe gezond te houden. Medicijnen, ja. Antibiotica, ja. En dat soort dingen. Ja. En dat zijn hele
ja, dan toch eigenlijk weer hele simpele keuzes vanuit gewoon wat de koe is en hoe een koe werkt. In plaats van de koe opvoeren met kunst en vliegwerk. Nou ja, de biologische boeren maken daar een andere keuze in. Maar ook de biologische boeren zitten in dezelfde potentiële economische klemsysteem. Als ja. Waar alle boeren in zitten. Grootschalig worden. Ik protesteer wel even, want boeren zijn ondernemers. Wij zijn, zeg maar even voorop. We hebben best wel heel veel kritiek op bepaalde systemen. Hè? Maar we zijn dat ondernemers heeft u ook wel duidelijk en we maken gemaakt, wel keus. Hè? Zo praten wij ook met elkaar. We gaan niet zeggen tegen een zaal van boeren. Ik had er vanmorgen 1100 in Venlo. Hij is in de zaal. Jullie zijn allemaal slachtoffer. Want dat, zo doen we dat niet. Je bent ondernemer en je kunt keuzes maken. Mensen, realiseer je wel even, de wereldwijd worden de koeien van ons gevraagd die 12.000 kiliter geven. Desondanks is de fokrichting die wij in de gangbare veehouderij gekozen hebben, is een andere. En dat is dat je eens goed gaat kijken, ook hoe economisch is die koe. En als je puur even op de cijfers kijkt, dan zijn twee koeien van 6.000 liter veel minder economisch. Ook als je kijkt naar uitstoot en we leveren ze op, dat is allemaal waar. Maar er is ook nog een andere waarde, dat is dat dierenwelzijn, diereigen gedrag. En hoe zorgen we ervoor dat we dat over het voet terugkrijgen? Dus een wat andere benadering. En die proberen we internationaal wel op de kaart te zetten. En er is zeker een ontwikkeling geweest de laatste 10 jaar in de Nederlandse veehouderij. Dat boeren heel goed kijken van de bruikbaarheid van een koe. En ik weet waar ik het over heb. Toen ik 18 was, heb ik een bedrijf in Frankrijk gerund. Dat gaf een goed 2000 liter. En ik vond dat heel inefficiënt, want ik kwam van een Nederlandse boerderij, van mijn vader en mijn broer. Ging het anders. Ik heb 5 jaar geleden 3 weken meegelopen in een bedrijf in de VS. En er werd een gemiddelde koe nog geen 4 jaar. Dat is 20.000 koeien en die gaven 14.000 liter. Nou, één ding wist ik zeker, dat nooit. En die beesten waren allemaal gezond hoor, ging allemaal goed, het zag er leuk uit. Maar dat is niet de weg. Dus wij zoeken naar een transitie in de wereld die steeds meer voedsel vraagt. Dat we toch wat dichter blijven van wat is een koe werkelijk. Maar tegelijkertijd wil je het ook efficiënt doen. En dat is de weg die wij zoeken. Maar waarom worden dan steeds meer koeien jaar rond op stal gehouden? Dat is toch niet echt een natuurlijke weg? Nee, maar ja, ik wil best erop aangesproken worden. Maar LTO heeft zijn handtekening gezet. Duurzame zuivel, standaard koeien in de wei. Maar het is wel de ondernemer die zelf kan kiezen. Ja, maar heel beperkt, hè? Beperkt aan het uren per jaar. Ja, nou, het is heel beperkt per uren per jaar. Beperkt aantal dagen. Het is heel populair om de boeren ook te schelden op de overheid. Maar even reëel zijn. De biologische landbouw en de gangbare, daar zit geen verschil in wat ze krijgen van de overheid. Laten we dat toch even voorop zetten. En de overheid, wij zijn ondernemers. En we hebben, ik zal niet de cijfers beginnen met de hele omzet in Nederland, maar we krijgen 800 miljoen, straks 700 miljoen in Brussel. Als je alle verwerkte producten erbij neemt, kun je van alles erop af plussen, 70 miljard. Dus wij maken wel zelf keuzes. Maar het helpt wel dat we een FAMIL, een EIA en een MIA-regeling hebben, waar we energiegebruik terugbrengen, die hebben andere sectoren ook. En daar zoeken wij wel naar. Regelingen die fiscaal dat terugbrengen. En dan kom ik weer terug op het verhaal van Marianne. Wat ze zei met het belastingssysteem, hè? Belastingen op ontrokken waren of toegevoegde waren, daar zou je eens naar. Wij willen daar wel naar kijken. Ja, want u vindt dat u en uw leden dan toegevoegde waarde kunnen leveren waar we met z'n allen iets beter aan hebben. Ja, ik ben ze voor op pad, dus ik maak ook wel een rekensommetje en ik denk dat ze er goed mee af zijn. Maar Marjan Thieme, gewetensvraag. Ziet u nou om die planeet te bereiken en die toestand, zeg maar, die u schetst, hè, ja, in de lezing, ziet u dan de boerensector in Nederland eigenlijk als daar een obstakel in? Nee, of hoor. Zijn dat de mensen die het eigenlijk moeten gaan doen? Ja hoor, ik ben er zelfs met één getrouwd. Dus nee, dat klopt. Ik ben dolle boer. Ja. Nee, maar boer zoekt vrouw. Ook vrouw is ook aan u betreed, zie ik. Ja. Nee, dat zijn absoluut de mensen die, het meest basale van ons leven produceren. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Okay. Maar wat we zien is dat we juist heel onzuinig met boeren om zijn gegaan de afgelopen decennia. De vrije markt heeft ze de nek omgedraaid. Elke dag moeten er 7 boeren in Nederland stoppen. En dat is niet vanwege de Partij voor de Dieren. Dat is vanwege het systeem naar grootschaligheid, naar intensivering. Banken die alleen nog maar financieren als je inzet op nog meer dieren. En dat moet echt doorbroken worden. En ik denk dan nu, zeker nu we een aantal banken hebben genationaliseerd, dat we bij die banken kunnen vragen hoe ze beter kunnen gaan investeren. Ik zie hier ook nog iets moois opbloeien, zeg maar. Goed. Er waren mensen die net al mijn aandacht vroegen. En hier zijn er 2 van. Ik begin bij u. Oké, dat is goed.
Ik ben Geert Kroes, ik ben melkveehouder en tevens vicevoorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Ik hoorde in uw verhaal dat de groei van de landbouw plaatsgevonden had. Nou, er is van na de oorlog een evolutie plaatsgevonden. Wij moeten groeien om te overleven. Daar komt het eigenlijk op neer, want de afschrijving hebben we nodig om hier te investeren om te overleven. Dus daar zijn wij het een hele deel wel mee eens. Over dat bepaalde product nuttig geslacht is, daar wil ik toch op tegenspreken. Want wij consumeren gemiddeld per Nederlander 4400 calorieën per dag, terwijl we maar 2500 nodig hebben en een vrouw 2000. Dus we consumeren allemaal te veel, waardoor er welvaartsziektes van komen. Dat we dat even recht zetten. Nou, in wezen hebben we... Dan bent u het geheel met elkaar eens, hoor, ja, geloof ik. In wezen hebben we heel veel raakvlakken. Ik zou eigenlijk u nog een boekje aan willen bieden over de 8 mythen van de landbouw. Die door Aarde Boer Consument is gemaakt. En iedereen kan hem bestellen. 9,5 euro krijgt hem thuisgestuurd. Maar ik wil hem nu even aanbieden. Nou, fantastisch. Heel goed. Gaan wij wel een boekje aanbieden? Dank u wel. Maar een vurig pleidooi voor marktinterventie in de landbouw. Nou, dat klinkt zeer veelbelovend, want dat willen wij ook. Want ik heb ook begrepen dat de Nederlandse Melkveehoudersvakbond ook wil dat er wel quota komen voor melk om de familiebedrijven te behouden. Ja, maar ja, nu zijn er ook andere mensen in de zaal. Oh. Na het aanbieden, van... Meneer. Ja, mijn naam is meester Lint van Weijgaarden. Allereerst wil ik u graag bedanken en complimenteren voor het heldere betoog. Zeer inspirerend. Ik wilde graag even ingaan op die groeieconomie. En eigenlijk dat systeem waarvan u aangeeft dat... in ieder geval Einstein aanhaalde. En ik heb daarvan viel mij op bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen dat inderdaad de Partij van de Dieren de enige partij leek waar het kwartje gevallen was dat die groeieconomie niet houdbaar is. En na deze fantastische mutual admirations, ja. Ik wilde een stelling tegen u aanhouden. In de lijn... Ga dat toch niet helemaal voorlezen? Hè, dit? De oude politiek, de oude economie en de gevestigde orde in de samenleving houden elkaar in de houtgreep. Dat sluit aan bij wat hij zelf ook aangaf. De gevestigde partijen en hun partijcultuur zijn niet in staat om zichzelf te transformeren en laten zich ook niet door anderen transformeren. Ik zie een nieuwe orde ontstaan, zoals de cultural creatives en inderdaad gezond vegetariërs enzovoort. Wacht even, voordat u zelf een lezing houdt over uw... ik zie die vooral een nieuw systeem creëren, maar voor zichzelf en niet voor de rest van de samenleving. En heeft u enig idee hoe de rest van die samenleving, die nog steeds in die houtgreep blijft zitten, hoe die zich gaat transformeren of hoe die getransformeerd wordt? Oké, ik probeer even hier te begrijpen dat wij een systeem voor onszelf zouden willen creëren. Ik denk nou dat als je kijkt naar alle veranderingen in de maatschappij van de afgelopen eeuwen, dan zie je dat voor een echte sociale verandering, bijvoorbeeld echt een emancipatie van een groep bijvoorbeeld, slechts 4-5% van de mensen nodig hebt om de rest mee te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe sociale beweging, waar we anders willen kijken naar hoe we consumeren, hoe we produceren binnen de grenzen van de aarde, dat wij zo inspirerend kunnen zijn dat we de rest van de samenleving ook gewoon meekrijgen. Na dit open doekje, meneer hier. Sjaak Gommers in Oosteind. Eigenlijk een vraag aan alle drie. Zijn er geldige redenen te bedenken om Kamerleden een zwijgplicht op te leggen? Oh. Als er zaken van voedselveiligheid te bespreken zijn. Dus zwijgplichten, hè? Alle 150 Kamerleden mogen er niet meer over praten. Vindt u dat bepleit u? Dat u vindt het een goed idee dat ze een zwijgplicht zouden moeten krijgen, die Kamerleden? Is dat wat u zegt? Nou, ik ben er zwaar op tegen. Maar het gebeurt gewoon. Waarom is het zo? Het wordt dus kennelijk een doofpot gestopt. Dat is wat u bedoelt eigenlijk. De 150 Kamerleden praten er niet over. Is dat wat u bedoelt en waarom dat zo is? Nou, CDA-minister Veerman had besproken
een dossier. En die legt in 2005 een actieve zwijgplicht op aan alle Kamerleden. Ik weet waar meneer het over heeft. Dan weet u meer dan de rest van de zaal, denk ik. Dus, ben benieuwd. Maar ik heb een zwijgplicht. Nee. Nou, kijk, we hebben voedselschandalen. De ene voedselschandaal volgt de ander vaak op. Denk aan de dioxineschandalen, maar ook verboden hormonen in veevoer, waar varkensboeren de dupe van zijn, die bijvoorbeeld in 2002 hun varkens hebben moeten afmaken omdat zij besmet veevoer hadden. En daar is een rapport over verschenen. Dat was van de KLPD, de politie. En dat is een rapport uit 2005. En dat heb ik in een tijden van wakker dier heb ik dat openbaar gemaakt. En dat was niet de bedoeling. In de Kamer was er toen ook een debat en dan mochten ze niet over dat rapport praten. En ik ben zelf gedaagd voor de rechter door LTO en anderen. Ja, vanwege het openbaar maken van het rapport en de conclusie. Nou, zit daar iemand van LTO naast u? Is die veto ondertussen bijgelegd? Of... Ja, ik heb gewonnen. Ja. Dus ik ben niet meer boos. Maar misschien is het wel goed te melden dat LTO voor is dat vooral Kamerleden de debat voeren in alle openheid. Laat ik daar maar even heel helder in zijn. Daar mag geen misverstand over staan. Dank u. Mevrouw. Hi, ik ben Emma. Ik heb een vraag aan mevrouw Thieme. Als het gaat om vlees wat duurder wordt omdat het biologisch vlees is, dan maak ik me altijd zorgen om gezinnen met een laag inkomen die dat niet meer kunnen betalen. Ik maak me ook zorgen dat zij dan meer kaas, soja, eieren gaan eten, wat ook heel slecht is voor het milieu. Dus ik vroeg me af of u daar een antwoord op heeft, op de prijs en op de vleesvervangers, die ook heel belastend kunnen zijn. Nou, vleesvervangers zijn absoluut veel minder belastend. Als je kijkt bijvoorbeeld naar rundvlees, dan stoot rundvlees bijna 3 keer zoveel CO2 uit in totaal dan bijvoorbeeld een... Nog meer dan 3 keer zoveel. Ik denk wel 4 keer zoveel als een vleesvervanger. Maar goed, even om de vraag terug te komen van ja, maar wat nou voor de armere gezinnen? Die kunnen dan geen vlees meer eten. Ik geloof niet dat die discussie ooit gevoerd is over toen wij accijns gingen heffen op alcohol, dat dan armere mensen zich niet meer dronken konden drinken. Ik denk maar om echt even, want het is een vergelijking, misschien wat flauw, maar kijk, als je kijkt naar het overgewicht, dan zie je dat ook met name in de lage inkomensgroepen, dat daar heel veel overgewicht is, omdat er heel veel vet en suiker en zout wordt gegeten. Veel vlees, veel goedkoop vlees wordt genuttigd. En als we het hebben over het opkomen voor de armen, en we kijken naar de vlees en hoe vlees wordt geconsumeerd, dan moeten we niet vergeten dat we ook heel veel arme mensen hebben in derde wereldlanden, waar veevoer wordt verbouwd, terwijl ze daar honger lijden. Dus het is echt belangrijk dat de echte prijs wordt betaald voor vlees, uit solidariteit. Niet alleen voor dieren, dierenwelzijn en milieu, maar ook voor de armen in de derde wereld. Okay. Mijn naam is Jasper Meeuwissen. Ik heb een vraag aan mevrouw Thieme. Ik heb de Partij voor de Dieren voor mijn studie ooit eens uitvoerig bestudeerd. Oh. En, ik heb... Wat studeert u? Ik heb politicologie gestudeerd. Oh, okay. En ik heb mevrouw Thieme ook geïnterviewd. Maar ja, ik ken het. Maar ik zie u niet goed. Dus ik... ja. Ja, goed. Wat betreft uw visie, ik zal u daar niet op aanvallen. Ook niet per se mee onderschrijven. Maar goed, u bent een politieke partij. En vanuit de politiek bezien had ik eigenlijk 2 vragen. Ten eerste, u vertoont een soort stabiliteit die de SGP alleen kent in de Nederlandse politiek. U staat op 2 zetels, 3 zetels, 1 zetel. 4 zetels. Een klein uitschietertje, maar goed, bij de verkiezingen toch elke keer op 2 zetels. Wanneer verwacht u eigenlijk dat het omslagpunt is dat u dus echt een keer omhoog zal gaan? Dat de waarheid uw woorden zal achterhalen? En ten tweede eigenlijk, misschien nog interessanter, de Europese dimensie. U heeft 2 keer meegedaan aan de verkiezingen, 2 keer onsuccesvol. Nou, misschien dat het in 2014 anders zal zijn, maar u haalt de kiesdrempel steeds niet. Waarom gelooft u überhaupt in deelname daaraan, als eigenlijk het hele Europese landbouwbeleid zelf eigenlijk niet deugt en landen als Polen, Bulgarije, Roemenië wellicht wel nooit mee zullen gaan in de discussie? En daarmee naar wat de meneer van LTO Nederland zei, dat Nederland wellicht voorop loopt. Maar goed, Europa zelf als een geheel loopt zeker niet voorop op dit gebied.
Ik hoor een zekere ongeduld dat er zo snel mogelijk een doorbraak moet komen voor de Partij voor de Dieren. Dat vind ik heel positief. Kijk, als je kijkt naar onze groei van de Partij voor de Dieren, dan zie je dat wij bij de laatste verkiezingen in elke gemeente 40% winst hebben gemaakt. Aan meer stemmen dan daarvoor. Dat wij een uitslag hadden zoals de laatste verkiezingen, had niemand kunnen voorspellen dat het echt zo'n duidelijke nek-aan-nek race zou worden tussen de VVD en de Partij van de Arbeid. Daar hadden wij makkelijk volledig weggevaagd kunnen zijn. Zeker ook omdat de verkiezingen in een tijd zijn gehouden, en zeker nu nog, met een enorme economische crisis waarbij iedereen voorspelde dat iedereen weer zou nadenken met hun portemonnee en zou kiezen met hun portemonnee. Dat is dus een ongelooflijke prestatie, juist van al die mensen van de Partij voor de Dieren, want ik wil dat niet zo op mijn konto schrijven alleen, we doen dat samen, dat wij overal in elke gemeente bijna 40% aan winst hebben geboekt. En dat we er zijn. En dat we dus een partij zijn met, als je kijkt naar het aantal stemmen per zetel, de meest aantal stemmen per zetel hebben. Ik zie dus daarin een enorme groei. De kracht natuurlijk, of de uitdaging voor de Partij voor de Dieren is natuurlijk dat we mensen duidelijk maken dat wij een partij zijn voor de hele planeet. En dat wij een partij zijn die een andere visie heeft op de economie. En dan kunnen wij die 8% die in Nederland over denkt te gaan stemmen op de Partij voor de Dieren, het potentieel, kunnen we dan ook hopelijk blijvend overtuigen. En dat is een kwestie van tijd, kan ik u verzekeren. En die andere vraag, hè, waarom doet u mee aan het perfide Europa als het zo slecht is? Dat zijn mijn woorden, omdat dat Europa was ongeveer, geloof ik, wat ik vroeg. Maar, ja, maar juist omdat Europa over landbouw gaat en de helft van het landbouwbudget, de helft van het budget van Europa naar landbouwsubsidies gaat, is het van groot belang dat wij daar nou juist gaan zitten om ook een geluid te laten horen dat wij met het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid een andere kant op moeten. En we hadden op een nipte 0,1% geloof ik te weinig stemmen voor een zetel. En dat gaat ook zeker wel komen. Mevrouw. Ja. Nou, Marjan, ik ben blij dat je uiteindelijk het verhaal, ja, Anita, het verhaal van de financiële kant op hebt genomen. Ik heb er een film over gemaakt. Maar ik heb laatst op de Dam aangegeven dat wanneer we dus in feite dat allemaal betalen, die prijs weghalen, dus dat de boeren dat allemaal zelf moeten betalen, dat de industrie failliet is. Zou je dat kunnen onderschrijven? De landbouwindustrie bedoelt u? Dat die eigenlijk failliet is op dit moment al? Als je de, ja. Vindt u dat ook? Omdat die met kunst en vliegwerk in de benen wordt gehouden door de subsidies. Het is eigenlijk schrijnend dat we in een situatie terecht zijn gekomen, maar ik zou ook wel heel graag willen weten wat jullie daarvan vinden. Ja. Want juist boeren, die ken ik als mensen die met een enorme ondernemingsdrang en helemaal niet, die graag de hand op willen houden. Dat doen ze van oudsher al niet, maar we zitten wel langzamerhand in zo'n situatie waarbij ze afhankelijk zijn geworden van subsidies. En volgens mij wil geen enkele boer dat. En moeten we daar zo snel mogelijk van af. Maar zegt u eigenlijk ja, die is failliet als industrie? Nou ja, omdat het zo afhankelijk is van subsidies, kun je wel stellen dat de markt niet, dat het niet reëel is wat je ziet. En dat je je af moet vragen van waar zit nou echt het geld? Wordt failliet gebruikt er niet, maar waar zit de winst op dit moment? Als je ziet dat een varkensboer onder de kostprijs moet verkopen. Zegt een paar cent per kip verdient. Ja, dus dat dan is terug, heb je terug toch naar niet, het thema van dat de supermarkt een prijs moet betalen waar hij het voor kan maken. Maar hoe ziet u dat bij? Ja. Is die sector eigenlijk failliet op dit moment? Want die kan niet staan zonder subsidie. Nou, we hebben allemaal eten nodig. Dus wat dat betreft zal nee, het, niet failliet, want we eten failliet, allemaal. Want we blijven eten. Ja. En we moeten ook wat anders eten. En het zou wel degelijk heel veel invloed hebben als dat landbouwbeleid drastisch wijzigt. Het is misschien een goed idee om datgene wat je erin stopt, en hebben wij ook sterk voor bepleit, om dat dan puur op duurzaamheid en op diervriendelijkheid en echt op die maatschappelijke waarde in te zetten, in plaats van een platte hectaresteun, die in feite een vertekening geeft op de prijs die je in het schap betaalt. En het is volgens mij de erfenis van de politiek die in de jaren 50 is neergezet. Lage voeding, zodat er geld komt voor andere dingen. Nou, dat is wel gelukt, geloof ik.
in de overconsumptie. Dus misschien is het een heel goed idee om dat nu te corrigeren, zodat we weer de echte prijs voor voeding betalen. Zo ja, maar wat een platte subsidie per hectare is een beetje technisch. Ik bedoel, als mensen die thuis zijn daarin begrijpen wat u bedoelt. Nou, bedoelt dat weet meneer Maat beter. Maar ik vraag het aan u, wat bedoelt u daarmee? Nou, de platte steun is een hectaresteun. Geldt voor de hectares die je hebt of aantal dieren wat je hebt. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het omlaag halen van de prijs die die activiteit moet opleveren in de verdere keten naar de voeding toe. En zo komt het dat wij voeding hebben voor een belachelijk goedkope prijs, omdat die al vanuit Brussel met heel veel subsidie in de markt gezet is. Nou, meneer Maat, uw tak van industrie is failliet. Ik zie hier allemaal oude beelden voorbij komen, want er is wel wat het landbouwbeleid in Europa, om te beginnen, is geen helft, maar nog een derde. Maar even los ervan, je kunt over de hoogte discussiëren. Wij vinden het verantwoord. Maar kijk even van wat er gebeurd is. Want uitgerekend mijn leden biologische boeren vinden de transitie die nu plaatsvindt wel goed. Want nee, het komt meer vinden ze op niet goed. Nou ja, wat ik misschien mag ik het even uitleggen. Dan zou ik zo reageren. Want ik ben wel ook de vertegenwoordiger van de primaire sector erin. Dat ben ik ook maar even helder in. Waarom hebben ze gezegd, want het jaagt niet een intensieve landbouw aan, omdat je van een gelijkmatig systeem per hectare komt. En er komt nog bij, er zijn nu extra vergroeningseisjes, 30% van de premie krijg je niet als je daar niet aan voldoet. En de biologische landbouw krijgt die automatisch. Dat is ook de reden dat de leden bij ons zeggen van nou, dit is een goede ontwikkeling. Even los of wij dat vinden. Maar we komen even terug op vlees. Want 70 miljard omzet, 900 miljoen uit Brussel, wel even reëel zijn. Kippen en varkens, daar komt geen Europees geld bij kijken. Maar er zit wel in de keten daar wat fout. Een Vion in de problemen, een verwerker. Een supermarkten die het gebruiken als lokketje, goedkoop. En het rendement bij varkenshouders en pluimveehouders staat onder druk. Dat is ook de reden dat wij als LTO worstelen met het model wat er is. De kip van morgen zijn gekomen met 1 stervlees. Dat we meefinancieren de rondeeleieren, de volwaardkip, wat een heel ander concept is, om te kijken of het mogelijk is die consumenten te verleiden. Ons gevecht is om consumenten te overtuigen daarin mee te gaan. Goed, en vooral op supermarkten te overtuigen. Van is het is niet met u eens, geloof ik, want dat nou, zei u net. Die omslag in Brussel van verdere verduurzaming, daar lopen allerlei discussies onder van wat is dan de definitie van duurzaamheid. Die gaat er gewoon veel te langzaam. Die gaat veel te langzaam. Ondertussen zijn toch al uw leden gewoon allang zeg maar financieel overleden of gewoon daadwerkelijk overleden omdat het over 30 jaar is? Ja, maar dat gaat niet over varkens. De markt voor biologisch is dan toevallig erg goed. Die groeit ieder jaar met meer dan 10%. We komen 50 biologische melkveehouders tekort op dit moment. Dat importeren wij uit Denemarken. We kunnen de boeren Dus u bent wel tevreden met de transitie? Ik ben tevreden met de aandacht voor een deel van de consumenten die kiest voor meer kwaliteit. Maar het is zo'n stukje van de areaal. Ja, het is zo'n stukje. Ja. Maar het is ongelooflijk dat een groeiende groep consumenten drie of vier keer meer de prijs over heeft voor een stukje kippenvlees. Maar daar, als je het gelijke speelveld creëert in de landbouwsubsidies en je creëert het gelijke speelveld met de maatschappelijke meerwaarde die je verwaard wil hebben, en de Maat zoekt daar ook naar, hoe kunnen we dat vermarkten? Hoe kunnen we die meerprijs aan de consument betaald krijgen? Nou, als je dan eerst aan de subsidiekant de zaken recht trekt, dan wordt het aan de consumentenkant weer een stuk makkelijker, omdat die prijsverschillen dan minder groot zijn. Simpel. Ja. Nou, ik wil op reageren, is de landbouw failliet? Nee, is niet failliet, maar er wordt in de keten een verkeerde taart gesneden. Gemiddeld is in de landbouw op de geïnvesteerde euro maar ongeveer 0,5% tot 1,5% was in de melkveehouderij. Varkens zit op min, vet in de min. Wij zitten nu ook op het nulpunt. Ga je naar de verwerker, die zit ongeveer op 17% rendement van het product. En ga je door naar de handel en de retail, dat varieert van 23% tot 31%. Nou, dus als we daar in de koek het mes anders plaatsen, dan hoeft de consument niet eens er meer voor te betalen. Maar dan gaan we met z'n allen de koek eerlijk verdelen. En dan kan de landbouw ook vooruit, dan kan die ook innoveren. En dan kunnen we zonder subsidies. Want wij willen niet aan die subsidiemem van Brussel zitten. Want die draaien aan de kranen. Precies. En laten ons bewegen zoals hun het willen. Ja. En daar willen wij vanaf.
Subsidie met me, ja. U zegt eigenlijk, dan blijft er minder over voor de Albert Heijn of de Sligro en meer voor de boer. En daar zie je nu momenteel ook een oorlog in, want de ene fusie naar de andere gaat er gebeuren. Dat is ook fout. Die vechten elkaar momenteel de tent uit. En zolang hun vechten, dan zal die koek nooit beter verdeeld gaan worden. We gaan wel langzaam naar een afronding, maar meneer hier nog had ik beloofd. Goedendag, Dick Jorjens, Hooghotel Schoon Maastricht, actief Partij van de Dierenlid. Twee vragen aan twee mensen van voor. Mevrouw Thieme, allereerst graag aandacht voor Limburg en Brabant tijdens verkiezingen. Ja, nee, dat doet u maar op uw partijbijeenkomst. En ik nodig u bij deze uit een keer naar de hotelschool. Ja, daar niet. Ja, meneer van het LTO, ik wil u de vraag meegeven. Ik wil u vraag meegeven, in plaats van te kiezen voor de CDA-politici, wat zouden Partij voor de Dierenpolitie voor u kunnen betekenen, door juist met hen aan te gaan en samen te kijken wat kan Partij voor de Dieren voor de boeren betekenen en wat kunnen boeren voor de Partij voor de Dieren betekenen. Ik denk dat we dan echt winnen. Ja, ook nu antwoorden? Of, Ja, graag. Ja? Ja. Maar dan moet meneer Maat CDA-lid af worden. Nee. niks moet, we leven wel. Nou, laat ik beginnen. We leven natuurlijk in een vrij land. De keuze die je maakt en hoe je nou opereert. Dat is punt 1. En punt 2 is, wat kunnen we over en weer voor elkaar betekenen? Wat niet helpt is vijandsbeelden van elkaar neerzetten. Ik heb dat vanavond laten zien wat onze houding, wat we proberen door onze houding te maken. Dat wil ik de Partij van Dieren vragen. En het tweede is, als je naar die duurzame transitie gaat, natuurlijk, politiek moet ongeduld hebben, dat snap ik heel goed. Dat is ook de charme van politici. Als ze goed zijn, hè? Want ze moeten passie hebben en ongeduld. Anders verandert nooit wat. Nou, maar tegelijkertijd kun je kijken waar kun je elkaar in die transitie vinden. En ik heb vanavond een paar voorbeelden genoemd waar wij best over door willen praten. Alleen bij onze achterban wil ik niet verhelen. Als die dit soort beelden, dan heeft 3/4 van onze boeren heeft het gehad. En die denkt van, bekijk het, ik stel mijn stallen open en je blijft het maar over de mensen heen gooien. Doe dat nou niet. Laat nog eens een keer een rondeelstal zien. Kom eens een keer bij ons kijken. Maar kijk er, hoe er het gaat. Zijn er maar 2 van. Dus toch niet representatief? 3, inmiddels zijn inmiddels, we al 6. Inmiddels staan er van de 450.000 nee, maar, kippen. Maar Jan, daar gaat het. Het gaat erom dat mensen willen stapjes zien. Mensen willen stapjes zien. Ik ben laatst met een groep burgers op pad geweest bij een rondeelstal en bij iemand die het gewoon op de conservatieve manier deed. Nee. Doen we niet. Die uitnodiging, die pakken wij op. En wij zijn daartoe bereid. Maar u vraagt ook, wat staat er onderweg? Daar ben ik maar glashelder in. En daar kunnen we met elkaar wat aan doen. Ja, nee, dat is duidelijk. U zegt wat er daarvoor de weg staat. Ja. Ja. Wat vindt u daarvan? Wat daarvoor in de weg staat? Zeg maar, als u met zulke beelden blijft... Ik vind het vervelend als er een reclamecodecommissie zaak moet komen, omdat er toch vanuit de sector een verkeerd beeld wordt geschapen van de varkensstallen. Dat we wel prachtige varkens zien in stro, maar dat je weet dat al die varkens helemaal geen stro hebben. Dat het puur alleen maar voor etalage is. En nou, dat je niet dan in de winkel mag komen. Maar dat is een beetje een jijbak. Anderen doen het ook. Maar daarom vind ik het belangrijk om gewoon te laten zien zoals het is. En dat is een vervelend verhaal en dat is confronterend ook voor de sector wellicht. Maar het is wel zoals het is. Noem één ding die niet waar is. Er is een kuikenveger. Het gaat massaal. Het zijn 400.000 miljoen kippen. Dus u bent ook eerlijk en zegt ik hou er nog niet mee op. Nee, ik vind dat het echte verhaal moet worden verteld. Ja, ja, ja. Laatste twee bijdragen hier uit het publiek. Meneer. Mijn naam is Joop Tinkelenberg. Ik vraag me af, moet je niet terug naar een hek om Nederland, om Duitsland, om ieder land, dat iedereen moet zorgen voor zijn eigen productiviteit van levensmiddelen. Want wat je nu krijgt, is dat je hier de kippen onder andere krijgt uit Brazilië en uit Thailand. Die zijn zo concurrerend. Of je moet het hier grootschalig doen. En moet je er niet naar gaan streven dat de mensen weer terug gaan naar het platteland. Want sinds een paar jaar woont de overgrote meerderheid in grote steden. Hek om Nederland. Protectionisme terug? Ik vind zeker dat we de boeren moeten beschermen.
Het is prima als wij een vrij verkeer hebben van goederen en van mensen. Maar het mag niet ten koste gaan van boeren, van voedselveiligheid, van het recht op voedsel. En niet ten koste van dierenwelzijn. En je ziet ook dat we daar op internationaal niveau redelijk voor pleiten. Maar het is niet echt een prioriteit. Vindt u beide, hek om Nederland, ja, wel meer bescherming van boeren? Ik, meer ik vind dat lokaal regionalisering echt een thema is. Ja. En, dus als het in Rijnland geproduceerd wordt vlak over de grens, maar dat is ook iets waar consumenten, burgers, ook in mijn idee zelf invloed op hebben. Als je in Oostenrijk kijkt, in Zwitserland, je hebt daar coöperatieve supermarkten, waar dus ook consumenten gewoon bij betrokken zijn. Ja, dat is een mooi idee. Oostenrijk heeft inmiddels 19% biologische landbouw. Daar zit dus een interactie tussen de boer, degene die het verwerkt, degene die het verkoopt en degene die het koopt. Dus u zegt eigenlijk niet meteen een hek, maar organiseer het zelf. Nou ja, organiseer verbinding. Wat zegt u? Daar gaat het over. Nee, ik ben het daar niet mee eens. De regionalisatie komt gewoon, dat gaat ook. Maar ik vind Europa en de wereld op te veel te bieden wat goed is in de cultuur. Dat wij wel naar andere waarden kijken. Dat zouden we veel meer moeten uitdragen. Kijk, wat we wel moeten doen, wat in Europa binnenkomt. We zeggen wat binnenkomt moet in feite aan dezelfde eisen voldoen. Ja. Als we dat doen, zijn we al een stuk gevorderd. Maar ik geloof niet in die mensen die zeggen van Nederland voor de Nederlanders. En ik geloof ook niet in die mensen die zeggen nou hek om Nederland. Nederland groeien. Nee, dat gaat u. Nee. In de laatste bijdrage dan houden. Nee, maar ik denk dat u wel. Want ik doe je niet helemaal recht. Dat, maar ik zal ook dat zeggen ging, waarom dat ging ik niet zeg. Over u meteen, maar dat doet u maar aan de bar. Nee, zo direct. Nee, maar ik denk wel, ik wil er toch één woord over zeggen. Ik ga er één woord over zeggen. Ik zeg er ook op basis van de Europese geschiedenis. Want we hebben een tijd gehad dat we onze mijnen voor onszelf hielden. En dat was tijden van oorlog. En altijd had er iemand tekort. En het enige waar je door je dingen naar binnen kreeg, als je wat tekort had, was oorlog. Dat is de reden dat ik dat zeg. En daarom vind ik dat geen oplossing. Nee, maar wel een eis dat het aan dezelfde eisen voldoet als het ergens uit van. Voilà. Goed. Laatste bijdrage. Ludwig Lindeman, Eindhoven. Meneer Albrecht, ik ben een beetje teleurgesteld. Mijn idee voor Nederland, ik heb het niet gehoord. Ik heb heel aandachtig geluisterd en ik heb eigenlijk alleen maar propaganda gehoord. Ik denk dat u mevrouw Thieme nog maar eens een keer moet uitnodigen om daar haar visie op te geven. Goed, op deze uiterst kritische noot ga ik de avond besluiten, denk ik. Want er blijft altijd wat te wensen. Ik zag in een depressie. Er blijft altijd wat te wensen over, blijkt maar weer. En dank u allen voor het geduld, de luisteren, het komen, het kopen van een kaartje. We hopen graag dat u vaker zien bij Mijn Idee voor Nederland of bij andere dingen in de balie. Ik wil u alle drie heel hartelijk danken voor een openhartig en bij tijden ook fel gesprek voor uw visie op Nederland. Ik heb hem wel gehoord namelijk, volgens mij. En ik blijf ook achter met wel wat hoop, maar ook wel met een heel beklemd gevoel over die sector die daar in die hoek zit en die het moet gaan doen en die het toch knap lastig heeft en ondertussen het grootste gedeelte van ons landoppervlak in Nederland wel onder zijn hoede heeft en hoe moeilijk het daarmee is. Ik vond het alles bij elkaar dan wel zorgelijk, maar misschien ligt dat aan mij. Laatste vraag, mevrouw Thieme. En dan gaan we naar de bar. Moet de koningin nou zo'n hermelijnen mantel aandoen bij de koning? Ben ik nou zo benieuwd naar wat u daarvan vindt? Wat denkt u zelf? Ik weet het niet. Ik ben geen partijleider of duivel. Ik zeg striptease. Ja. Wat zegt u? Ik zeg striptease. Striptease.